Maar eerst ga ik praten met Ben Middelkamp uit Nijverdal. Hij staat al jaren bekend in Overijssel als een motivator, een inspirator. En hij ziet altijd de zonnige kant in van het leven. Zelfs nu, in zijn nieuwe boek dat hier ligt over mental coaching voor sporters, blijft hij positief. Ondanks het overlijden van zijn zoon Koen afgelopen augustus. Ben Middelkamp, als ik dat allemaal hoor en lees, dan denk ik, hoe doe je dat? Hoe kun je positief in het leven blijven staan na zo'n groot verlies? Ja, dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Wat ik de laatste 12, 13 jaar doe, is dus inderdaad mental coachen. Ja, dus mensen inspireren en vertellen hoe je jezelf kunt coachen, ook naar drama's. Ja, en nu ik het zelf meemaakte, nu moest ik eigenlijk mijn eigen mental coach inschakelen, dus mijzelf. Ja, maar het is zoveel makkelijker om tegen een ander te zeggen wat hij moet doen, dan tegen jezelf zeggen wat je moet doen. Maar het is voor iedereen hetzelfde. Wat ik uitleg is dat je jezelf het beste kunt zien als een systeem. En het systeem dat wil zeggen dat je input krijgt. Dan gaat je brein met die input aan het werk. Mm-hmm. En die zorgt voor een output. En dat is je gevoel in je lichaam. Dus wij mensen zijn enorm bezig met van al die prikkels van buitenaf. De gebeurtenissen, omstandigheden. En dus elke dag weer kijken naar, ja, naar wat is eigenlijk je grootste vijand? Een van de grootste vijanden is je denken. Dus je wordt 's morgens wakker. En je kunt je eigen bewustzijn gebruiken om te denken. Maar verdriet is er en verdriet zit in je. En je kunt wel denken van ik stop het even weg of ik stop het voor een langere tijd weg. Ik denk dan wel, dat moet er toch ook een keer uit. Dat zegt men wel, maar waarom eigenlijk? En verdriet gaat er ook wel uit. Als je ziet wat wij hebben meegemaakt en nog, elke dag hebben we verdriet. Maar dat laat u wel toe? Ja, natuurlijk. Dus huilen mag wel? Ja, zeker mag het wel. Maar hoe ga je daarmee om? Het is voor mij heel belangrijk van als je 's morgens wakker wordt. En vooral in deze periode ik tegen mezelf zeg van ik heb geen zin om op te staan. Ik heb geen zin om naar mijn werk te gaan. Ik doe liever die deken over mijn hoofd. Ik doe liever die deken over mijn hoofd. Dan doe je dat ook. Nou, en ik heb geleerd, en wat ik anderen ook leer is van nee, dat je het beter om kunt draaien. Dus anders leren denken. In ieder geval een andere betekenis geven aan de omstandigheid die je hebt meegemaakt, of het woord. Maar duurde dat een tijdje voordat u zichzelf besefte dat u zo moest doen? Of was dat eigenlijk al vanaf het eerste moment al wel zo? Dat was vanaf het eerste moment zo. Alleen, het is elke dag wel vechten. Nou, dat lijkt mij ook. Ik ga ervan uit dat je in feite drie vijanden hebt. De eerste vijand is jouw denken. Mm-hmm. De tweede vijand is de beïnvloeding. En je moet gewoon weten dat er momenteel zoveel beïnvloeding van buitenaf binnenkomt, dat wij dat niet meer kunnen handelen. Mm-hmm. En dan heb je derde vijand, is je lichaam. Maar je kunt van alle drie vijanden kun je vrienden maken. Maar dan moet je met je denken beginnen. Als je met je denken begint en je staat er toe dat jouw denken de overhand neemt, wat heel veel mensen doen, dan krijg je ook dat depressieve gevoel. Maar ik wil dat depressieve gevoel niet. En ik weet ook, als ik Koen mijn zoon eer, dan zegt hij ook van, pa, je moet gewoon doorgaan met je leven. Ja, dat zegt hij ook in een boek. Hè? Ik heb even gekeken, wat is het helemaal aan het eind van het boek? Ja. Wordt er een hoofdstuk aan hem gewijd? Hij was een fanatiek sporter, hè? Ja, hij had hier een All It Takes Center, een personal training center in Hengelo samen met zijn broer, met uw andere zoon. Ja. Dus hij was heel sportief. Hij was heel sportief. Toen u dit boek maakte voor de sporters, toen leefde hij ook nog? Ja, zeker. Dus u heeft later dit hoofdstuk eraan toegevoegd? Ja. Er staat een foto van hem in. Ja. Koen leeft in ons voort, hij laat het vuur branden. Ja. En daarin heeft u ook eigenlijk omschreven dat hij ook tegen u gezegd zou hebben, als hij nog zou leven, van pa, luister eens, wat je altijd tegen anderen zei, moet je nu zelf doen. Hij weet heel goed wat ik doe. En als je dan op een gegeven moment, wat ik uitleg is dat je eigenlijk, je hebt een soort centrum, dat je in balans wil blijven. En aan de ene kant, en het centrum heeft twee uitersten. En de ene uiterste is de onvermogende kant, dus de negatieve kant. En de andere uiterste is de vermogende kant. Nou, stel dat ik maar in mijn gesprek zou gaan. En ik zou hem nu vragen van, Koen, verdorie man, wat heb je hem aangedaan? Mm-hmm. Hoe moet ik dit handelen? Ja, want even voor de duidelijkheid, hij heeft zelfmoord gepleegd. Hij heeft zelfmoord gepleegd, ja. Hoe moet ik dit handelen? En dan zal hij echt tegen mij zeggen, pa, wat je ook doet, je weet, je nu ook weer leg je uit van wat het centrum is. Ik leg ook aan jullie uit wat het centrum is. Je hebt twee kanten, twee uitersten. Is de onvermogende kant, is de vermogende kant. Pa, als jij naar die onvermogende kant gaat, dan krijg je een beroerd leven. Maar pa, als je naar die vermogende kant gaat, wat je alle mensen leert die bij je komen om gecoacht worden, dan kun je weer gelukkig worden. Ja, dat u weet dat hij zo zou denken, dat geeft kracht waarschijnlijk. Absoluut. Maar u kunt dat. Ja. De rest van het gezin dan? Ja, dat is het mooie in dit, want nou, het is de beïnvloeding.
Maar mijn zoon, Ido, die geeft zelf ook mental coaching. Die is eigenlijk met me opgegroeid. Toen ik 49 jaar was, toen kwam ik zelf een beetje op. Dat ik dacht van, nou, is dit nu leven? Dat ik ook allerlei vragen kreeg. En dat ik me toen ook heb laten mental coachen. En vanaf die tijd heb ik mijn zoons en mijn dochter en mijn vrouw, die hebben de opleiding ook gedaan. Mijn vrouw maar is het dan voor u niet heel wrang wat er eigenlijk gebeurd is? Want u kunt ze zo oppeppen en toch gebeurt er zoiets. Ja, naars. Maar wij kunnen er niks aan doen wat er gebeurt. Nee. Als jij straks naar buiten rijdt en er gebeurt iets, dan kun je niks aan doen. Waar je wel wat aan kunt doen, hoe ga je daarmee om? Nou, en dat is waar wij kracht uit halen. Ja, zijn er mensen die zeggen, ik snap niet dat u het zo kunt? Ja, ik leer mensen niks anders. Dus ik leer iedereen hoe je op deze manier jezelf kunt coachen. En ik sprak net een aantal mensen van hier ook. Ik heb een jaar of 8 geleden hier ook voor een aantal mensen een cursus gegeven. En daar zit je ook in het begin van mental coaching. En mij werd ook vaak gezegd van, ja, maar Ben, je hebt zo nooit wat meegemaakt. En dat ik ook vaak uitgedaagd werd van, ja, potverdorie, als jou eens een keer wat overkomt, hoe ga je daarmee om? Ja, nu heb ik, het gaat helemaal niet om, ik heb... Elke dag mis ik hem enorm. Ik zou hem enorm graag willen knuffelen. Ik mis hem enorm. Maar ik weet zeker dat hij wil dat we hier op een positieve manier mee omgaan. En hij zal trots zijn op dit boek wat nu voor ons ligt. Dus echt gericht op de sporters. En ja. Dat is ook zijn wereld dus. Ja, hij is net uit, hè? Ja. Is voor u dus ook wel echt een momentje geweest. Want je hebt dan ook een boekpresentatie waar hij dan voor het eerst niet bij is. Ja, ja, het boek was klaar en... jullie komen vanuit theater, maar we hadden net Zin in Theater in Nijvel afgehuurd om die boekpresentatie te doen. Voor een feestje. Met een groep mensen, met een paar muzikanten en zo, we willen een show van maken, een beetje een soort theaterstuk. En toen gebeurde dit in één keer, dus het half was klaar. En wat ik in dit boek ook zo mooi vond, is van, dat wil ik wel even aanhalen, dat ik ook een heel stuk heb geschreven over Anne Fleur Kalvenaar. Ja, ook overleden, maar ook overleden. Door een val in haar sport, zoals mountainbikes, de veldritreizen. Ja. En nou, dat was een meisje van 20 jaar. Niet alleen een geweldig groot talent, maar ook een hele lieve meid. En heel leerzaam, ook heel leergierig in mental coaching. Zit. En ik heb er ook lang over gedaan om dat boek te schrijven, omdat ik ook graag over haar wilde schrijven. En dat die ouders meegewerkt hebben, is ja, geweldig gewoon. Ja. Het is en een boek kwam dat van me, en ik schreef de eerste zin in mijn boek, dat kun je ook lezen, staat in van... dat zomaar ineens je leven op je kop kan staan. Zomaar ineens. Ja, van het een op het andere van moment. Van het een op het andere moment. En bam, op 1 augustus gebeurde dit zelf. En toen was het boek al klaar. En toen heb ik inderdaad gewacht nog van... ik wilde de laatste hoofdstuk over Koen schrijven. Ja. En dan breng ik het boek uit. Nou, dat is nu gebeurd. Voor Koen staat er ook voorin. Knap dat u het zo kan. En knap ook dat u uw verhaal kunt vertellen. Dank u wel. Ja.